Daar lag die dan, een dode hond in de tuin van de buurvrouw van Christopher John Francis Bone. Het was 7 minuten na middernacht toen Christopher hem vond. Hij besloot dat iemand Wellington had vermoord, wegens de bebloede spitsvork die naast de hond lag. Christopher is een 15-jarige jongen en hij heeft autisme. Hij weet veel van wiskunde, maar weinig van mensen. Toen hij ontdekte dat Wellington werd vermoord, was hij ontzettend nieuwsgierig wie dat zou gedaan hebben en hij gaat op onderzoek uit. Hij blijft zeuren tegen zijn vader wie Wellington zou hebben kunnen vermoorden. Zijn vader kon het niet meer aan. Hij was zo boos dat hij zei dat hij de hond zelf had vermoord. Christopher had zijn vader nog nooit zo boos gezien. Hij zei tegen Christopher dat, sinds zijn moeder weg was, dat mevrouw Shears, de buurvrouw, hem met alles hielp, zoals huishouden, koken en alles. Maar nu die hond is gekomen, hielp ze hen niet meer en bracht ze meer tijd om met de hond dan met hen. Dus besloot zijn vader hem te vermoorden in de hoop dat alles weer zoals vroeger ging verlopen. Christopher was sprakeloos en schreef een boek over alles wat er is gebeurd. Maar van zijn vader mocht dat niet. Dus verstopte zijn vader het boek in een doos onder de kleerkast, omdat hij niet wil dat zijn zoon op onderzoek gaat. Het boek was belangrijk voor Christopher, dus zocht hij naar zijn boek. Later die dag vond hij zijn boek in de kamer van zijn vader in een kartonnen doos. Daarin vond hij niet alleen zijn boek, maar ook veel brieven die zijn moeder heeft gestuurd naar hem. Zijn vader zei dat zijn moeder door een hartaanval in het ziekenhuis overleden is. Levenslang dacht Christopher dat zijn moeder dood was, maar door de gevonden brieven in de doos wist hij dat zijn moeder leefde en in Londen woont. Aangezien dat hij bang werd van zijn vader, wou hij uit zijn buurt blijven en ging hij dus in zijn eentje naar Londen reizen. Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht is geschreven door Mark Haddon. Het is een romansboek waarbij Christopher de hoofdpersonage is. Dit boek is waanzinnig leuk. Ik heb er echt van genoten en het is zeer spannend. Ben jij benieuwd hoe het verhaal afloopt? Dan raad ik het aan om het boek uit te lezen.